Mensen, deze video is al een tijdje geleden opgenomen, dus eigenlijk voor het WK begon. En dus de Man of the Match upgrades elke dag te zijn gekomen. En voordat überhaupt er 40 nieuwe spelers zijn toegevoegd. Dus het loopt misschien een beetje achter. Dat heeft een reden. Ik ben namelijk dik en lelijk. Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat jullie het filmpje alsnog leuk vinden. Ja, mensen. We pakken hem natuurlijk maar gewoon weer even bij. Het stiftbordje. Zoals je ziet heb ik nu officieel 2 landen compleet en dat is natuurlijk gewoon te weinig. Het WK duurt natuurlijk ook niet tot december, we moeten ook al een beetje tempo maken. Willen we wat vordering krijgen? Ik heb 12.000 FIFA punten. Ja, dat is best veel voor een game mode die bijna dood is, maar goed. Ik heb een lijst met landen waarbij ik een beetje in de buurt ben. Sommige moet ik er nog 1. Dat zijn eigenlijk alleen Spanje en Engeland waarbij ik Lindeker en Puyol nog moet. Maar ook bijvoorbeeld met IJsland hoef ik er nog maar 2. Met Senegal moet ik nog Ndiaye en Ndiaye. Maar bijvoorbeeld bij Polen, Mexico, Zweden en IJsland hoef ik er ook nog maar 2. Dus wie weet het niet, we gaan vandaag weer even wat packjes openen. Wat ik vooral op hoop is niet Hazard, maar Messi. Want Messi heb ik ook nog niet. En dat zou toch lekker wezen, Gerard? Ik klik nu... Klik ik... Mijn microfoon... What the fuck? Ik klik nu mijn microfoon aan, wilde ik zeggen, aangezien ik die nog niet eens had aangezet. Dit is een... Ik was mijn microfoon vergeten aan te zetten, dus hebben jullie nu een intro gehoord met... Kutgeluid. Wat is dit? Dit is niet normaal. Hoe kan ik hiermee beginnen? En een Australië erbij. Dat is echt chill, hè. 2 spelers die ik nog niet heb in 1 pack, dat ga je niet vaak meemaken vandaag. What the fuck is zojuist gebeurd? Oh, dit is lekker. Dat is echt lekker dit, hè. Jullie vinden me echt een grote sukkel, maar hier heb ik een lijst met alle bordenspelers die ik nog moet. Kan ik Messi ook afschrijven? De bordenspelers die ik moet zijn Griezmann. Ja, daar klopt nu dus niks meer van, hè. En ik heb Messi zojuist afgeschreven, inderdaad. Dit lijkt echt zo ingestudeerd of zo, maar dat is niet. Als ik geen borden heb, ben ik oprecht blij. Dat betekent dat ik veel lager rated spelers heb. En dat is juist de vijver waarin ik moet vissen, want ik heb er nog 1. Yes! Oké, mensen, ik onderbreek de video weer even voor de volgende gesponsorde boodschap. Boodschap! Zoals je misschien hebt gezien al in de supermarkt, is Doritos weer bezig met een nieuwe actie. Namelijk Doritos Collisions. Het zijn eigenlijk gewoon 2 verschillende smaken in 1 zak. Zodat je handig... kan delen. Maar de actie die hierbij bedacht is de volgende. 2 compleet verschillende YouTubers uit verschillende genres, namelijk gaming en beauty, gaan het tegen elkaar opnemen in een directe livestream. Je kijkt natuurlijk naar mij en denkt, jij zit natuurlijk bij die beauty. Dat is niet eens het geval. Dus snap ik zelf ook niets van. In dit geval nemen Milan en Jessie Maya het tegen elkaar op. En het leuke van de livestream is, hoe meer kijkers Milan bijvoorbeeld krijgt, hoe groter zijn ruimte wordt en hoe platter de tegenstander gedrukt wordt. De hele kamer rolt dan door elkaar, die valt uit elkaar. Die gaat gewoon kapot. Alles valt gewoon om. Ik ben de gast bij Milans livestream en doe met hem mee. Comeback op dagelijkse day incoming. De livestream zal namelijk plaatsvinden op 28 juni op dagelijkse day om 4 uur. Dus wees erbij, wij moeten winnen, dames en heren. Write it down in your agenda. 28 juni om 4 uur op dagelijkse day. Ik ben daar, Milan is daar, wij gaan winnen. Zorg dat we winnen. Jawel, maar ik moet eerst... Zo, dames en heren, en dan nu dit moet het zijn. Eerste mopje. Ik zou eigenlijk niet de vriendin van iemand anders helemaal niet van de bank zitten gaan fixen. Maar ik heb wel een icon. Please, eentje die ik nog niet heb. Die heb ik al wel. Nee, Deco heb ik nog niet! Yes! Deco is nu dat het Costa was. Yes! Dit gaat echt lekker heen. Weet je wat dat betekent? Dat ik nog maar 1 Portugese speler moet. Nelson Oliveira. Ik moest even spieken. Yes! Ik heb nu ook al 9 van de 17 icon. Ik kan al bijna met een full icon team spelen. Kijk. Soms begin je gewoon lekker aan je pack opening. En dan moet je dat even vasthouden. Ik heb het gevoel dat ik vandaag Griezmann ook ga halen. Ik zit er nou zo lekker in. Nou kan het echt niet meer misgaan. Zo zie je dat je het nu krijgt, weet je wel. Als precies... Ah. Jammer. Hoezo zit ik ineens in de flow? Ik krijg gewoon 2 nieuwe spelers weer. En zoals jullie goed erop hebben gelet aan het begin van de video, heb ik Stepinski van Polen nu ook. Dus we moeten alleen nog Jedrzejczyk. En dan heb ik ook Polen compleet. Boom! Hey, ik kan vandaag ineens gewoon 3-4 landen extra compleet hebben. Dat is toch erg aan te bevelen. Ja, deze pol heb ik al wel. Nee, maar het kan niet anders dan we vandaag nog een land compleet gaan hebben. De vraag is, wordt het... Spanje, wordt het Engeland, wordt het Polen, wordt het Portugal? Die heb ik ook nog niet. Huh? Ik denk serieus dat ik nog nooit zo'n goede eerste pack heb gehad in al die jaren packs openen. Ik moet Gundogan nog. Weet je wat ik gek vind? Ik heb Goretzka erg van gepikt. Maar Gundogan nog niet. Hé, lekker zeg, Wilkinson. Wat een ongelooflijk lekkere progressie maken wij hier, zeg. Knutsen. Ik moet toch even iets checken, hoor. Want ik heb het gevoel dat ik met Denemarken toch ook wel in de buurt zit te komen. Oh, Denemarken moet ik nog 6 spelers. Dat is op zich, ja, best veel. Ik moet Thiago Silva ook nog geven. Thiago Silva dan. Spelers waar ik nu echt op aan het loeren ben, zijn wel Jedrzejczyk en Nelson Oliveira. Dat zijn de spelers die jullie willen zien nadat dit filmpje is geweest. Want ik krijg die toch nooit als eerste speler. Zo zien dat het nu wel gebeurt. Aller slechtste invoer uit de game.
Sisto. Sisto. Al die Duitse middenvelders en geen Gundogan. Han. Yes. Die nemen we ook weer mee. Even, ik had laatst, de vorige set van 12.000 FIFA punten, had ik echt niet zoveel nieuwe spelers. Dit zijn van, het is toch Mertens. Ja, ik wist het niet. Ja, had zomaar haar zaak kunnen zijn. Ik ga Mertens ook discarden. Ik heb nu een policy vanaf 88 in de kopieopslag, anders niet. Ik heb zojuist Marcel over 87 erin gedaan, maar hey, soms voor sommige mensen moet je gewoon een kleine uitzondering maken. Boom! Salah. Hallo iedereen. Hey. Ja, ook deze nemen we mee. Ik voel dat hij dit aan het doen is. Voelen jullie hem ook? Ik voel het gewoon. Het is die debbende gast. Meneer, mag je dit? Hey, je bent nog niet. Yes. Olijf. Ja, die kotte saus. Ik ben niet de stem achter het filmpje, maar in mijn hoofd klinkt het nu alsof het er heel erg op lijkt. Maar het is echt totaal niet waar. Broer, hey. Even die jet rate check. Is het jet... Theodorci. Dat de broer van Jet Reitje. Wanneer je een vervelend puberkind hebt, genaamd Bo. Kan een jongen zijn, kan een meisje zijn. En hij of zij wil niet vreten. Terwijl je een lekkere overschoteltje van Maggie hebt gemaakt. En ze zitten zeiken, ik lust het niet. Dan zeg je, eet de Bo. En dan heb je die speler nog niet. Ben je wel blij mee dan? Voor alle ouders die kijken, ik denk niet dat deze opvoedkundige methode werkt. Zal het, of hij zal het toch niet opvreten. Want je overschoten van Maggie is gewoon fucking ranzig. Nou, geweldig. Jensen. Ik heb niks meer te wensen. Die had ik ook kunnen bedenken. Wat het is, ik moest blijkbaar nog 6 spelers van Denemarken. Ik heb deze aflevering ook al 3 gepakt. Ik moest er nog zoveel van Denemarken dat de kans dat als een spelletje die ik nog niet heb, dat het dan wel een Deense is. Weet je trouwens dat ik toen ik deze kamer net had, echt zo'n 15 jaar geleden was hij net, weet je wel, helemaal mooi gemaakt, lekker de muurtjes gestuukt. Toen was er hier een maat die kwam chillen. Het eerste wat hij deed was met die bureaustoel zo. Er zat gelijk een gat in mijn muur. Toen durfde ik dat niet te zeggen tegen mijn papa. En toen zei ik, ik heb geen idee hoe dat komt. Ik weet het niet. En hij zei, maar jij doet zo'n dus gekke dingen. Je bent heel voorzichtig op je kamer. Ja, ik heb geen idee. Het zou wel slap aan muur geweest zijn. En dan heb ik trouwens ook, een jaar of 10 daarna, heb ik dat ook gezegd tegen mijn pa toen ik een gat in de muur schopte. Toen zei ik, ja, de muurtjes waren heel slap. Zeg maar niet grappig dit. Ik weet niet of je dat ooit in mijn video hebt laten zien, maar er zat echt een fucking groot gat in de muur. Omdat ik een voorzetgoal tegen kreeg op FIFA 13. Zeg maar niet leuk dit. Moet goed voorbeeld zijn voor de jeugd. Dus als je het ergens tegenaan schopt, zorg dan dat het de prullenbak is. Want die kan je makkelijk vervangen en de muur niet. Ja, dames en heren, we zijn er nog altijd. Griezmann wordt gesponsord door Head & Shoulders. Beter is het Griezmann. Het is niet Griezmann. Zei jullie in het begin van de video dat ik nog een bordenspelletje moest gaan aan het gutsen? Heb ik niet gehoord hoor. Yes. Eigenlijk is het echt zonde als je beseft dat hij toen hij een groot talent was en dat nog helemaal ging maken en in de wereld 84 rated was en nu 83. Terwijl hij op de top van zijn kunnen zou moeten zijn. Ik vind het jammer, want Guts was echt een coole speler. Gewoon een coole speler. Ik zat midden in het verhaal. Oh ja, Griezmann wordt gesponsord door Head & Shoulders. Ik word niet gesponsord door Head & Shoulders om dit te zeggen. Maar als je gesponsord wordt door een shampoo merk, waarom ben je dan kaal? Dat is echt raar. Dat is toch gek? Je gaat Mark toch gewoon niet vragen om gesponsord te worden door Taft? Zo. Slaat ook nergens op. Ik zit bij dit pack hier officieel op de helft van mijn 12.000 FIFA punten. En ik heb een leuke eerste helft gehad. Dat kunnen we wel stellen. Een Icon, een Messi, een stuk of 10 nieuwe spelers. En als ik deze Deen ook nog niet heb, dan ben ik helemaal blij. Wat? Ja, die heb ik al. Ja, zend ik het. Team de kant. Yes! Ik zweer, bijna alle borden. Had ik Gundogan wel gezegd bij alle bordenspelletjes die ik moest? Heb ik niet gehoord hoor! In ieder geval, van Duitsland moet ik nu ook alleen nog maar Werner, Klose en Mustafi. Ja! Gomez! Gerard, het is Gerard! Deel de Barcelona-verdediging de prullenbak in! Oké, skip pack. Ah! Busquets. Discard pack. Als jij ook last hebt van spanning in je nek, dan zijn deze oefeningen een aanrader. We maken alles lekker los en dat in... Ja, ik ben erg benieuwd wie ik op dit moment ga discarden. Psych, dat ga ik nooit doen! What the fuck? Ik wilde zeggen... Het had ook echt geen reet geboeid ofzo, want ik heb die toch al 2 keer dubbel ofzo. Ik wilde zeggen, denk je echt dat ik iemand ga discarden met de kans dat ik zojuist fucking Jet Red Jack of Nelson Oliveira heb gepakt? Ik ga echt niemand discarden op deze game. Is het Ronaldo? Die ga ik ook in de club doen. Ik heb pakken Ronaldo en Messi in 1 pack opening. Dat kan alleen op de World Cup app. Of je bent Tover naar Warcraft. Waarom is het zo makkelijk om Ronaldo te pakken, maar als je Timo Werner wil of Jet Red Jack, is het zo moeilijk? Oh, Yassam. Lekker Gira, die hadden we ook nog niet. Hey, had ik Amrabat nog niet? Amrabat gewoon nog niet. Nou, bij deze. 2 final, dus in 1 pack. Schmeichel. Dat heb ik ook nog niet. Vandaag veel deentjes te pakken, zeg. Rodriguez. Christian Rodriguez. Ik weet niet hoe ver ik met Uruguay ben. Dat gaan we even checken. Ik weet, ik moet sowieso Cavani en Godin nog. Dus ja, eigenlijk is checken niet waar. Ik draai eerst een beetje muziek, hè.
mannen, we did it. Wat een prestatie van formaat. Daar gaan we weer. Jullie zijn live getuigen van weer een enorm mooi televisiemoment. Daar is hij weer. Yes, ik maak... Fantastisch gedaan dit. Geweldig. Iets te groot, die vink is. Het past wat niet meer. We are getting there. We hebben 3 van de 32 landen compleet. Even als laatste check dat ik daadwerkelijk de 34 Poolse spelers heb. Dit is de 4e pagina. Met 4 spelers. Dat betekent 34 spelers. Ja, spits. Nee, krijg ik hem nou ineens 2 keer achter elkaar. Nou zeg. Double kill. 2-1 pack. Het leuke aan Zuma is, ik hoef nu alleen maar Henry en Griezmann, de hoogste 2 spelers van Frankrijk. Nou ja, Blank zit daar nog tussen trouwens, die heb ik al. Maar ja, dan heb ik ook Frankrijk compleet. Please, geef me Lineker of Puyol. Yes! Engeland compleet. Boom! Het had ook niet perfect te kunnen zijn. De man die vaker in zijn broek scheet dan een gele kaart kreeg. Gary fucking Lineker. Eentje erbij nog? Nee, dat niet. Mensen, pakken we hem er toch maar weer gewoon bij. Look at that. Hoppakeetje. Dimitrov. Is dit een Kroaat? Nee, het is Servië. Als Servië hoef ik ook nog maar 2 spelers. Wie dat precies zijn, dat zoek ik later wel uit. Maar 2 spelers. Homo. Aangezien jij mij belachelijk maken om mijn enthousiasme, wil je ergens deze week of weekend even een WK-quizje met mij opnemen? Ga ik jou even belachelijk maken. Jullie mogen raden van wie dit kleine appje is. Gerard, dat doen we. Wat lekker zeg. Gerard, dat doen we. Wat lekker zeg. Ansari Fart. Mensen, ik ben om mijn FIFA-punten heen. Het was een geweldige oogst vandaag. 2 landen compleet. Eentje op het randje van. We moeten alleen nog Nelson Oliveira. Voor mij moeten we eten. Doe het nog even dit pakje en dan ga ik weg. En dan zie ik na het eten wie ik gepakt heb. Fantastisch. Geweldig concept. Ja, ik moet natuurlijk wel mijn opname nog uitzetten. Maar ja, dat hadden jullie natuurlijk al lang in de gaten. Ik had nog 1 pakje openen. Ja, waarom zou je het dan niet doen? Ik klik even mijn geluid.